Afvalbalans en Hellinga hebben de opdracht om de af- en aanvoer van de oude en nieuwe ballast van de spoorlijn Zwolle-Wierde te realiseren. In 8 dagen tijd wordt 24 uur per dag gewerkt om 34.000 ton steenslag te vervangen. In dit project zorgt Afvalbalans voor de voorbereiding en de coördinatie van de vrijkomende afvalstromen. En Hellinga heeft de regie over de uitvoering en het transport. Ja, even een aantal auto's, hè. Dan gaan we super. Dus gewoon rekenen. De dag om. Gaan kijken, dat gaat niet. Ja, dat kan altijd. Het samenspel tussen de bedrijven is goed. En ook bij deze opdracht versterken ze elkaar. Hellinga, met Jolanda. Ja, morgen om 6 uur komt de schip een nieuwe ballast van 1200 ton. Het werk van Afvalbalans en Hellinga is een staaltje van efficiënte coördinatie en timing. Dagelijks komen de binnenvaartschepen vanaf granietimport uit Amsterdam naar Zwolle. Elk schip vervoert circa 1000 ton nieuwe steenslag. Dit materiaal komt uit de groeven uit Noorwegen, waar de winning CO2-neutraal plaatsvindt. En donderdag nog één schip, die laven daar op de bal liggen. En een schip dan bijna leeg van als rijden. Ja, met nog alles op rollen hier. De tijdsdruk is hoog. Om zo efficiënt mogelijk te werken, wordt de verscheepte steenslag direct vervoerd door de chauffeurs. Per rit wordt ongeveer 33 ton steenslag vervoerd naar de 5 tijdelijk aangelegde overslagdepots langs het spoor. De chauffeurs van Hellinga zijn getraind in het zogenaamde nieuwe rijden. Ze rijden zuiniger en hierdoor stoten de vrachtwagens minder CO2 uit. De overslagdepots zijn aangelegd voor het opslaan van zowel nieuwe als oude steenslag. Deze opslagplaatsen zijn nodig om het werk zo snel mogelijk te laten verlopen. De Hortrein haalt alle oude verbrijzelde steenslag onder het spoor vandaan. Alle materiaal wat kleiner is dan 4 centimeter wordt vernieuwd. Het nieuwe gesteente is hoekiger en groter. Het geeft meer stabiliteit. En het regenwater kan sneller worden afgevoerd. Afvalbalans is regisseur van afvalstromen. Ze zijn continu op zoek naar efficiënte oplossingen voor af- en aanvoer van spoorballast. Samen met de opdrachtgever bepalen zij de logistiek om het materiaal op een zo optimaal mogelijke wijze te transporteren. Afvalbalans zorgt voor het wettelijk verplichte begeleidingsformulier waarop alle gegevens staan, zodat de opdrachtgever en andere betrokkenen exact weten om wat voor materiaal het gaat, wat ermee gebeurt en hoeveel er wordt afgevoerd. Want de oude ballast kan namelijk vervuild zijn en mag niet zomaar worden weggebracht. De oude steenslag wordt nauwkeurig gewogen. Daarna wordt deze in depot geplaatst bij een bedrijf die daarvoor de juiste vergunning heeft.
Na milieutechnisch onderzoek kan het gesteente eventueel weer worden hergebruikt, afhankelijk van verwerkingslocatie, materiaal, kwaliteit en gebruikersdoel. In de tussentijd worden de begeleidingsformulieren zorgvuldig gecontroleerd en afgehandeld door Afvalbalans, zodat de opdrachtgever van organisatie tot administratie geheel ontzorgd is. Na 8 dagen is het werk klaar en worden de opslagdepots opgeruimd en de weilanden weer in originele staat achtergelaten. Het werk van Afvalbalans en Hellinga is een staaltje van efficiënte coördinatie en timing en draagt bij aan een veilige en duurzame manier van reizen.